Erik Sinks, Tweede Kamerlid voor de VVD. U heeft vanavond deelgenomen aan het debat hier in Nijmegen over de rol van de ZZP'er. Wat is u het meeste opgevallen tijdens het debat? Wat me opgevallen is dat het bij de ZZP'er, dus de ondernemer die onder de noemer van ZZP'er werkt en zijn geld verdient, heel erg leeft wat er de laatste tijd in de kranten heeft gestaan. Heeft u het gevoel dat daarover voldoende informatie is, dat dat duidelijk genoeg is voor de ZZP'er? Nee, dat is absoluut niet duidelijk genoeg. Simpelweg omdat het gaat om een maatregel die in het regeerakkoord staat. Het gaat om een besparingsmaatregel die overigens niet alleen ZZP'ers zou kunnen gaan treffen, maar ook de mensen die een klein bedrijf hebben. Als eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap. Dus dat is heel breed. Maar dat zal pas gepresenteerd gaan worden bij het Belastingplan 2015. Dus er zal eerst goed onderzocht moeten gaan worden wat het nu betekent, wat nu in de kranten heeft gestaan, voor die ondernemer. En daar zullen we besluiten op moeten gaan nemen. Het feit dat er de afgelopen jaren steeds meer gebruik is gemaakt van die ondernemersregelingen geeft al aan dat er toch iets gaande is. En dan moet je gaan kijken van, is er echt sprake van meer ondernemingen die gebruik maken van die zelfstandigen aftrek. Overigens is dat één van de regelingen qua zelfstandige fiscale regelingen. Dus daar zal naar gekeken moeten worden. Heeft het nu puur te maken met meerdere bedrijven of heeft het te maken ook met schijnzelfstandigheid, schijnconstructies. Of heeft het wellicht te maken met het feit dat de economie zo slecht draait dat steeds meer ondernemers op het randje zitten en daarmee gewoon minder belasting kunnen betalen. Het aantal ZZP'ers in Nijmegen ligt tussen de 7.000 en 8.000. Heeft het nog zin om als ZZP'er aan de slag te gaan? Ja, maar natuurlijk, want waar gaat het om? Als jij voelt dat je ondernemer bent en zelf voor eigen rekening en risico een bedrijf wilt gaan beginnen en je wilt dat doen als ZZP'er, dus je wilt de vrijheid hebben om zelf opdrachten aan te nemen, zelf invloed uit te oefenen, maar wel zelf je arbeidsongeschiktheidsverzekering moet gaan regelen en ook je pensioen. Als je dat besef hebt, dan is er nog ruimte genoeg voor ondernemerschap.